Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe Megaan uitgerust met adaptatieve snelheidsregelaar, die kan worden geactiveerd via de knop op de middenconsole. Er gaat een groen waarschuwingslampje branden en het bericht Snelheidsregelaar verschijnt op het instrumentenpaneel om aan te duiden dat de functie actief is. Via de adaptatieve snelheidsregeling kan een gekozen snelheid worden aangehouden, terwijl een veilige afstand ten opzichte van de voorligger in dezelfde rijstrook wordt behouden. De adaptatieve snelheidsregelaar kan de auto afremmen met maximaal een derde van het remvermogen. Afhankelijk van de situatie moet de bestuurder soms wel harder remmen. U kunt de rijsnelheid aanpassen via de bedieningsknoppen op het stuurwiel.